Nederlands beste voetballer ooit is niet meer. Als eerbetoon herhalen wij daarom de documentaire die wij bij zijn 60ste verjaardag hebben gemaakt. Als twee mensen Johan Cruijff kennen, dan zijn het wel zijn moeder en schrijver Bert Hiddema. Hiddema schreef meerdere boeken over het fenomeen en leidt ons vandaag een beetje rond. Zo. Even op slot zetten. Nou, in dit huis, Akkerstraat 32, is Cruijff geboren. Op 25 april 1947. En hier stond voor de deur. Die ging hij altijd voetballen en daar verderop. En op de hoek had je een landje, ging je voetbal, waar nu een speeltuin is. En hier onder die tunnel, die ruiten die er allemaal in zitten, die ging je allemaal naar Diggelen. Ik was dus altijd aan het voetballen. En iedereen had al snel door dat hij de beste was voor iedereen. En dat er ook nooit een betere voetballer weer zou komen dan hij, hoe klein hij ook was verder. Maar wij speelden altijd met jongetjes die 2 of 3 jaar ouder waren dan hij, omdat hij ook zo goed was. En hij was razendsnel. Hij gaf ook nooit die bal af. Dus op een gegeven moment, als er een partijtje was, had hij de bal. En dan had hij al 10 of 20 doelpunten gemaakt, wat dan ook. En dan gaf nooit die bal af. En dan ging de tegenpartij hem opjagen. En zelfs zijn eigen partij ging hem ook opjagen. Die trachtte probeerde te tackelen aan alle kanten. Maar hij was zo snel en hij was zo lenig. En jongens vertellen ook dat die vroeger met hem gevoetbald hebben, dat Cruijff toen die miraculeuze manier waarop hij die tackles kon ontwijken op het voetbalveld, dat heeft hij hier geleerd. Onbekend is dat Cruijff naast voetballen ook aan honkballen deed. Ook daarin was hij op zeer jonge leeftijd al zeer bedreven. Maar uiteindelijk koos hij voor het voetbal en ondertekende hij een contract bij Ajax. Met Ajax kende Cruijff zoals bekend grote successen, zoals het winnen van de Europa Cup 1. In 1973 stapte Cruijff over naar Barcelona en ook daar kende hij enorme successen. Ook in Amerika werd Cruijff een succesnummer. Hij verbleef daar uiteindelijk 3 jaar. De grote vraag was waarom Cruijff eigenlijk naar een niet-voetballand trok. Ja, dat is de cruciale vraag van het boek dat ik heb geschreven. Dat is niet helemaal duidelijk. Natuurlijk heeft hij zelf ook verklaring. Hij zei dat hij er zin in had. En hij wilde ook voetbal naar de Amerikanen brengen. Maar dat was wel een heel, laten we zeggen, politiek correct antwoord. Dat zei elke buitenlandse voetballer in Amerika. Veel Nederlanders zeiden, ook Frits Barend en mensen die hem volgden, dat het allemaal om het geld ging. Dat is zeer de vraag, want hij kreeg bij Barcelona meer aangeboden om te blijven dan hij in Los Angeles kreeg om daar te voetballen. Dus het blijft altijd een beetje een mysterie. Er spelen ook allerlei gezinssituaties. Hè. Hij was bijna ontvoerd of gekidnapt. Hij was gekidnapt. Zijn vrouw die kwam net op tijd terug en in Barcelona. Dus hij wilde in ieder geval weg uit Barcelona. Hij wilde niet ophouden met voetballen kennelijk. Hè. Dat had hij eerder wel bedacht. Hij had inderdaad heel veel geld verloren. En hij zei zelf dat hij er zin in had. Hij vond het leuk. Hij vond het ontzettend prettig dat hij op straat niet overal herkend werd. Dat hij dus gewoon... Er is een fantastisch filmpje opgedoken van hem. Terwijl hij over het strand rent bij Los Angeles. In zo'n kleine speedo slip. Bijna naakt. Niemand die hem herkent. Vervolgens zie je Danny in bikini liggen. Ook die wordt geheel met rust gelaten. Nou, en dat is denk ik... Dat laat heel goed zien wat voor tijd het voor hem was. Het was een lange, prettige vakantie waar hij nog goed verdiende ook. Hij vierde er hoogtijdagen tussen sterren als Pelé, Carlos Alberto en Franz Beckenbauer. Johan is voor mij de beste speler die Europa jemals gebracht heeft. Hinter Pelé, voor mij is Pelé das beste wat es in de geschiedenis des Fußballs gegeben heeft. En dan kwam gleich der Johan. Ik verehre ihn, ik mag ihn. Ik denk dat we Freunde sind. En ik freue mich halt immer wieder, wenn ik ihn sehe. Cruijff was ook een soort rebel natuurlijk. Hij heeft dus alles gedaan wat je niet mocht doen. Dat deed hij ook. Lang haar en taart in auto's rijden en roken. Al die dingen, dat deed hij ook allemaal. Dus dat is ook het goede van Cruijff. Dat hij altijd, hij doet alles netjes nu, alsof hij jeugd is. Hij is niet, niet op zo'n manier, maar hij doet wel altijd net alsof hij altijd nooit iets verkeerd heeft gedaan. En al. Dat vind ik ook wel het goede van Cruijff. Derby. Cruijff.
Na Amerika keerde Cruijff terug naar Nederland en uiteraard terug naar Ajax. Het gros van de Nederlanders was sceptisch, maar Cruijff snoerde hen al gauw de mond. Voor Cruijff was het natuurlijk fantastisch. Hij komt terug uit Amerika, speelt de eerste wedstrijd in de meer en dan maak je zo'n fantastische goal. Ze probeerden hem te attackeren en half en half lukte dat, maar hij ging toch door. Dus ik paste voor een regel toe en toen zag hij uit zijn ooghoeken, dat is natuurlijk kenmerkend voor een topspeler, want die anticipeert, die kijkt 2-3 zetten vooruit, zag hij dat Metgod, de toenmalige doelman van Haarlem, te ver voor zijn doel stond en hij geeft me daar toch een lob die zo bij onze lieve heren ingelijst kon worden. Echt waar hoor, schitterend was dat. En dit is een juweel, zonder meer. Na zijn actieve carrière werd Cruijff coach. Eerst van Ajax en later van Barcelona. En ook dat werd een succes. Siloy op de plaats van Vaneburg. Vaneburg. En weer ruim baan om te schieten. Nou, dit is de mooiste. Dit is absoluut de mooiste. Ja, nummer 32. En hij. Het was natuurlijk eigenwijs, hè. Dat zeiden ze altijd. Jij bent eigenwijs, maar. Hij vies het ook altijd natuurlijk. Zeker. Hij had ook eigenlijk maar één interesse. Het was het voetballen. En hij had ook veel meer door over de voetbal dan andere mensen. Hij dacht er ook echt over na, Cruijff. Het was echt zijn leven. Zoals als hij nu bij de NOS zit, er zitten televisies, er zijn al die televisies zijn wedstrijden bezig. Allemaal, ik wil 10 verschillende wedstrijden of zo. Hij volgt ze allemaal. En hij ziet ook alles. En we wedden, ze gaan ook altijd wedden natuurlijk altijd. Hij wint natuurlijk ook bijna altijd. Want ja, dan zeggen ze wel dat hij eigenwijs is, maar hij weet het ook. Vele mensen hebben Cruijff ontmoet. We spoorden een aantal meer of minder bekenden op. Johan, die was, als ik het eraan terugdenk, was hij echt meters groot. En hij zette die handtekening op mijn shirt. Ik had een Ajax shirtje aan, omdat Ajax de dag ervoor met 6-0 had gewonnen in de Europa Cup van AA Gent. En hij zette zijn handtekening en ik vroeg nog aan Johan, wat vond je van de wedstrijd van gisteren? Zegt hij, ja, was wel aardig. Ik dacht, aardig, Ajax heeft 6-0 gewonnen. Ja, Johan Cruijff is natuurlijk, ja, dat is een van de grootste. Dat is natuurlijk de godenzoon bij uitstek. Maar op een gegeven moment stond ik bij de groenteboer bij mij in de straat, in Oud-Zuid. En daar komt Cruijff binnen. En die had ik tot dan toe nog nooit van dichtbij gezien of ook maar gesproken. En toen zei Cruijff, hey, hallo, Spijkerman. En toen wist ik niet wat ik zeggen moest. Ik kon niet zeggen, dag Johan. Dat zeg je niet tegen zo'n groot iemand. Ik kon ook niet zeggen, dag meneer Cruijff. Dat sloeg ook helemaal nergens op. Dus dan heb ik alleen maar gedaan, dag. En toen ben ik daarna naar huis gehold en heb ik tegen mijn vrouw gezegd, ik heb Cruijff gezien. Kinderachtig. Maar ja, ik vond het echt heel bijzonder om die man zo dichtbij mee te maken. Dus ja, we hadden toch wel een paar biertjes op, klein jointje gerookt. Dus ik trek mijn stoute schoenen aan en ik denk van, meneer Cruijff. Hij zegt, zeg maar jou een jongen. Ik zeg, meneer Cruijff, de strop dat die jongen heeft, dat kan gewoon echt niet. Ja, hoe zou dat dan, jongens? Ja, veel te lelijk. En waarom gaat u mee met de witte bordencriminaliteit van de televisie? En de volgende keer al kwam hij op tv. En toen heeft hij dus helemaal nooit meer geen stropdas gedragen. Dus ik vraag me af of het nou door mij komt. Of dat meneer Cruijff zelf zoiets had van, hij wil gelijk. Ik heb met Johan Cruijff gevoetbald. En ik heb ongeveer 2 of 3 keer gescoord op zijn assist. En hij heeft op mijn assist gescoord. Hij kapt wat mensen weg. Ik krijg de bal. Die denken, ik ben rechtsbenig. Ik leg hem voor mijn linker en daar gaat mijn award. Shit. Ik moest toch gewoon de hand geschud hebben in mijn leven. En op een gegeven moment, na mijn optreden in het feestgedruis, ja, net als een klein kind, een soort fan, een soort kroepie. Terwijl je zelf had gezongen, weet je wel. Ben je toch via omwegen bij. En dan zei ik gewoon op een gegeven moment, Johan, ik ben Mick Harren. Ik vind het een eer te ontmoeten en ik wil je even de hand schudden. Nou, prima. En de hand schudden, heel, heel simpel eigenlijk. Maar het was voor mij eigenlijk, voor hem was het misschien een wasje neus, die hand. Maar voor mij was het gewoon echt iets wat mijn hele leven zal blijven achtervolgen. Ik heb Johan Cruijff de hand nog gegeven. Gedaan zoals hij daarbij maar laat staan. Hey, sport! Schitterend, Johan Cruijff. Wat een fabuleus doelpunt. Schitterende goal in de 6e minuut van de tweede helft. Een goal zoals je zelf. Hij is ook zo gewoon. Hij is ook zo belangstellend en sociaal. Weet na jaren nog, ik geloof dat Ben Wijnstekers het was van, die wist, toen en toen was er iets met je moeder. Hoe is het nu met je moeder?
Ja, dat maakt Cruijff ook zo groot. Dat zie je ook altijd. Dit is gewoon een gewone man. We weten dat Cruijff is. Maar hij is heel groot in zijn gewoonheid. Dat is voor mij wel heel bijzonder, ja. Wij, de supporters, wachten nu met smart op jou met heel je Ajax-hart. Met jou valt nog zoveel te halen. Nieuwe bekers, nieuwe schalen. Samen winnen, samen verliezen. Konden wij maar voor jou kiezen. Samen genieten van een mooie pot. Met jou als echte Ajax-god. De druk, de pers, de spelersgroep. Met jou loopt weinig in de soep. Wij, de supporters, roepen nu om jou. Bedenk je snel en kom dan gauw. De nieuwe lichting, de jeugdingstuif. Samen met jou, Johan Cruijff.